Ja, Anouk, de dames hebben met 3-1 gewonnen. Denk je dat de bondscoach tevreden is over het vertoonde spel? Nou, ik heb net het interview van de bondscoach gehoord. Ze was gematigd enthousiast. Ze vond vlagen wel goed en vlagen niet goed. Ze hield het nog een beetje neutraal, vond ik. Wie vond je de uitblinkers vandaag? Ik vond Sjakkie Groene de beste van het veld. En ik vond Miedema goed. En natuurlijk is ze nu topscorer aller tijden geworden van het Nederlands elftal. Met haar 22 jaar. En ik vond de invallers wederom goed. Van Dongen, Berestijn en Roort. Ja, dat is wel lekker dat je die achter de hand hebt. Ja, dat is heel lekker. En ik denk ook niet dat ze het hele toernooi op de bank gaan blijven. Ik denk dat ze ergens wel een basisplaats gaan veroveren. Ja, je noemde minimaal. Het is ongelooflijk. Op je 22e dit al gepresteerd hebben. Waar gaat het eindigen? Ja, dit is echt bizar. Ik denk niet dat zij ooit nog ingehaald gaat worden door een ander. En dit toernooi lijkt het ook allemaal eruit te komen. Ze heeft een geweldig seizoen gedraaid bij Arsenal. Is beste speelster van Engeland geworden. Wat de sterkste competitie is bij de vrouwen. Ja, het is gewoon een hele complete spits. Heel goed. Nederland heeft nu 2 keer gewonnen. Zijn al door naar de achtste finale. Dan krijg je vaak een probleem bij een groot toernooi. Van, ga je met dit hele elftal doorspelen? Of ga je wat mensen die normaal op de bank zitten speeltijd geven? Hoe zou jij dit aanpakken? Nou, ik weet dat Wiegman iemand is die het liefst gewoon het team hetzelfde houdt. Tenzij ze een andere speler beter vindt. Dus ze gaat niet zo snel rust geven. En zeker niet in de derde poolwedstrijd tegen Canada. Want het is gewoon zaak dat je eerst eindigt in de pool. Want dan heb je net een iets gunstiger speelschema dan wanneer je tweede wordt. Dus ik denk dat ze gewoon haar sterkste opstelling gaat opstellen. En niet mensen gaat sparen of rust gaat geven.